12 september organiseert Bolero voor de derde maal het Tips en Trends event. Dit is eigenlijk voor ons belangrijkste event dat we op jaarbasis organiseren. En gezien het grote succes van de twee vorige edities, houden we eraan om het dit jaar opnieuw te doen. Waar gaat het eigenlijk over? We denken dat we hier een vrij uniek concept aan onze klanten en niet-klanten kunnen aanbieden, namelijk de combinatie van enerzijds praten over maatschappelijk, sociaal, politiek, economische, relevante thema's en trips door externe experten enerzijds en anderzijds onze eigen marktspecialisten die daarop inpikken en een aantal concrete beleggerstips aanreiken. In het verleden hadden we zowel schaliegas, transportsector, de digitale revolutie, sociale media en dergelijke meer, gepresenteerd door sprekers zoals Steven van Bellegem, Bart de Waal, Dr. J van Fast Money Show in Amerika, dat is onze eerste Amerikaanse gast. En dan hadden we onze eigen analisten die daar dan, zoals ik zei, op inpikten. Dit jaar hebben we gekozen voor enerzijds e-car en e-health. E-car en e-health maken onderdeel uit van wat men al eens makkelijk noemt het Internet of Things. McKinsey schat de markt voor Internet of Things op 5.000 à 11.000 miljard dollar. Dus zeer aanzienlijk. Het zou ons wat verleiden om op deze korte tijdspanne de gehele Internet of Things markt te bespreken. Daarom hebben we gekozen voor twee onderwerpen die we denken dat u ook als consument nauw aan het hart kunnen liggen. Namelijk e-car en e-health of mobile car, mobile health. De markt voor e-car wordt door McKinsey geschat op 200 à 800 miljard dollar. En de markt voor e-health wordt geschat op 170 à 1600 miljard dollar. Dus nog altijd zeer aanzienlijk en uiteraard interesseert het ons als beleggers om te kijken hoe kunnen we daar nu op inspelen, via welke aandelen of trackers of wat dan ook. Die health moet je bijvoorbeeld denken aan Jawbone, Fitbit, maar ook de Apple Watch waarmee je hartslag kan monitoren, waarmee gegevens kunnen doorgegeven worden aan medische actoren en dergelijke meer. Dus ook onze huisanalist zal naar goede gewoonte inspelen op de thema's die door de experten worden aangereikt en met een aantal concrete tips komen. De experten die we deze keer hebben uitgenodigd zijn enerzijds Peter Peumans, hij is programmadirecteur bij het Life Science Department van IMEC, en Koen Kas, CEO van BioVeritas en Healthcare Trendwatcher. Koen Kas heeft ook een boeiend boek geschreven, Nooit meer ziek. Daarna zal Tom Simons, onze aandelen- en marktenspecialist, omtrent dit onderwerp de nodige concrete aandelentips verzorgen. Wat betreft e-car hebben we als experten gekozen voor Joost Kazemans van Febiac, die algemene inzichten in de autosector zal meegeven, en Hans Dirks, gereputeerd journalist bij Autowereld. En opnieuw zal Tom Simons, onze marktenspecialist, opvolgen met concrete aandelentips. Naar goede gewoonte beginnen we de dag met een conjunctuur- en beleggingsvooruitzichten gegeven door Edwin de Boek, Chief Economist van de KBC Groep. En uiteraard, ook weer naar goede gewoonte, zal alles gevolgd worden door een wrap-up en een netwerklunch. We heten u dan ook van harte welkom op ons derde editie van Tips & Trends op 12 september. Bolero.be. Beleg online met inzicht.